Stel je komt in de situatie dat je rustig op straat loopt en opeens zie je iemand liggen. Wat moet je dan doen? Natuurlijk moet je als allereerste hulpdiensten bellen, maar je kan nog veel meer doen dan dat. En het enige wat je daarvoor nodig hebt is diegene's smartphone. Namelijk met de nieuwe updates van iOS en van Android kan je een medisch ID instellen. Wat is een medisch ID? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is een dossier waar alles in staat wat je moet weten als je iemand vindt. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je die voor jezelf instelt. En wellicht dat jij wel iemands leven kan redden op een dag. Of dat jouw leven gered kan worden door deze instelling. Kijk even mee. Oké, ik ga als allereerste deze tip laten zien op Apple, op de iPhone. Ontgrendel hem en dan ga je naar de gezondheidsapp toe. De gezondheidsapp is gewoon een gratis app van Apple en die staat er ook standaard op. Dus zoek hem even op en tik hem aan. Dan kom je in dit scherm. Ik heb hem zelf al ingesteld, maar ik zal even laten zien hoe je dat doet. En dan druk je op medisch ID en dan zie je dus alle gegevens die je moet weten op het moment dat je mij vindt op straat. Daarin staan mijn allergieën, mijn bloedgroep, mijn contactpersonen, of ik medicijnen slik. Hoe dan ook, wat dan ook. Maar hoe kom je hier nou bij als je niet mijn code weet van mijn telefoon? Nou, daar hebben ze iets heel slims op verzonnen en dat ga ik nu even laten zien. Dan druk je een keertje op de thuisknop en dan kom je bij het inlogscherm waar je code in moet vullen. Maar ja, diegene's code weet je natuurlijk niet. Dus in dit geval druk je op noodgeval. En als je op noodgeval hebt gedrukt, dan zie je hier links onderin medisch ID staan. Alles wat je van mij nodig hebt. Ga ik het nu even laten zien op de Android. Nou, de Android, die unlock je, maar als je diegene's code niet hebt, dan swipe je dus eerst omhoog en dan zie je noodgeval staan. Informatie bij nood, ja. En nog een keertje om te tikken, om te openen. En dan kan je dus hier bij het potloodje kan je dat wijzigen. Dus als je hem wil instellen, dan druk je natuurlijk eerst op het potloodje om dingen toe te voegen. Ik heb hem hier al ingesteld, zoals je kan zien. En dit zijn alle dingen die je moet weten van mij als je me vindt. En ik geef geen reactie meer. Dit is super belangrijk om in te stellen, want stel je hebt een noodsituatie en je bent niet meer aanspreekbaar, dan kan dit misschien wel je leven redden. En het is natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe je hier toegang tot krijgt, mocht jij nou iemand vinden. Zo krijg je dus toegang tot iemands medische dossier, zonder dat je die code hebt van de telefoon. Dit zijn echt hele belangrijke dingen om in te stellen en deel dit dan ook met iedereen die je kent, want misschien red je iemands leven er wel mee. Vond je deze tip nou handig? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te geven, een reactie achter te laten en vergeet je ook zeker niet te abonneren op het kanaal van Handig. Tot de volgende keer. Dat is handig!